Begin de ochtend met een... En het heeft titi-vulling. Oh ja. En de oma toe, heb weer gepoept. Begin maken met dit boek lezen. Ik ben echt super blij ermee. De kleur vind ik al helemaal te gek. Hallo en welkom bij een nieuwe dag en een nieuwe vlog. Ik ga nog niet zeggen waar wij naartoe gaan, want het is een verrassing voor de jongen. Nieuwe dag, het is 4:30. Ik begin vandaag de dag om 4:30. Hello. Kom jongens. Ik ben benieuwd als de vlog met een nieuwe dag. 4:30, serieus? Serieus? Oh, mijn water ligt hier nog. Oh ja, je water. Oh ja. Ik ga nu toch weer kijken. Je hebt me op slot gedaan. You know love from me. Doe mee. Huh? Doe mee. Trying to holler at me. Film. Welke film? Incredibles 2. De verrassing is dus dat we naar de bioscoop gaan. En het is Memphis allereerste keer in de bioscoop. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij zich gaat gedragen. Nee, dat kan je niet vasthouden, want die rolt niet mee, weet je nog? Blijf zo te kijken! Memphis, nu moet je stil zijn. Shh. Poppetje? Shh. Een poppetje. Zo lekker. Dankjewel. 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 Heb je er zin in? Ga niet op school. Ja. Ga hier zitten. Welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Memphis is naar school en Alessia heeft al zomervakantie. Dus dat is 7 weken of 6. Ik weet niet, een zomervakantie. Ik was even mijn planning aan het bijhouden voor de hele week. En ja, ik vind dit gewoon wat fijner werken. Met kleurtjes en zo. Kijk, en hier heb ik dan mijn script schrijven. En alles wat ik moet doen met een lekker theetje. En ik heb net dus een pakketje binnengekregen met nieuwe kleurtjes die ga ik zo openmaken. En ik moet zeggen, mijn plantjes gaan wel echt awesomely. Kijk nou hoe groot ze alweer zijn geworden. En wacht, dit wilde ik ook even laten zien. Die gaat, kijk, dit zijn gewoon allemaal nieuwe bolletjes die eraan zijn gekomen. Dus ik ben echt super blij ermee. Ik heb alleen hier een beetje bruine blaadjes gekregen. Man. Ik doe meestal 2 weken vooruit plannen. De eerste week heel erg gestructureerd. En de tweede week alleen de dingen die echt moeten. En de rest schrijf ik dan altijd erbij. Het geeft mij altijd zoveel rust als ik mijn planning helemaal af heb. Dan weet ik precies waar ik aan toe ben. Weet ik precies wat ik moet doen. Welke dag wat ik moet doen. Welke dag ik vrij ben. Nou. Kijk, dit is... Wat een beauty. Kijk, deze gaan ook wel goed, want die hadden nog geen wortels. Zo, ik zal even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik krijg hem alleen niet open. Dit is het eerste pakketje wat ik heb gehaald. Dus ik ben benieuwd. De kleur vind ik al helemaal te gek. Love it. I love it, I love it. Oh ja, geweldig dit. Dit vind ik leuk. Dit. Schrikkelijk. Hij mond, joh. Kijk, het is zo'n jumpsuit, zeg maar. Oh ja. En ik denk wel dat hij gestreken moet worden. Maar ik ga hem snel aandoen. Zie je dat? Ja, zie je. Oh, dit is zo leuk. Ik vind het echt leuk. Wat vind jij, Nick? Ja, leuk. Vind jij hem ook zo leuk? Ja, zo leuk. Ik vind hem echt geweldig. Wat vind jij? Ja, echt leuk. Je kijkt niet eens naar me. Ik heb hem al gezien. Maar kijk even snel. Oh ja. Dit vond ik wel echt heel erg leuk dat ik nu heb gekocht. Die ga jij ook leuk vinden. Zeggen. Dit is toch leuk? Dit is super cute. Moet je opletten. Kijk dan. Oh, wat super cute. Super cute, hè? Het is een bikini topje. Dat zie je. Met dit broekje erbij. En die is iets hoger. Oh nee, ik vind hem geweldig hoor. Oh ja, ik heb nu al helemaal het idee wat voor zonnebril ik daarbij ga dragen. Die ene met die hartjes. Oh my god. En dan had ik ook nog wel echt zo out of my comfort zone. Maar kijk, hij zit op zich wel. Ja, zo eroverheen is dat natuurlijk geen poren. Maar... bij mijn titi's. En het heeft titi-vulling. Die loopt dus zo. Het is een beetje een stringeling ding. Ook leuk. Vind je ervan? Had je het gezien? Nee. Oh. En deze, dat was het laatste wat ik had. Oh ja, dit is ook wel schattig. Ik heb hier nu dus een los ding. Nou, dat zoek ik zo wel even uit. Deze vind ik tot nu toe nog wel echt het leukste. Wat gezellig, dit kleurtje. Ik ga nu dus een begin maken met dit boek lezen.
Dr. Robert Neeltman. Dus deze ga ik nu beginnen met lezen. En hij is wel helemaal in het Engels. Ja. Dus dit wordt nog best wel een uitdaging. Hoe dik die is, jongens. Begin de ochtend met een smoothie. Het is meer ijs. Memphis, doe het hondje maar even uit. Alsjeblieft, doe dat hondje uit. Iedereen wordt gek van het hondje. Doe maar uit. Zo, ik ben klaar om te vertrekken. Even mijn schoentjes aan. Ik wil patatje. Ja, met je patatje. Wat wil jij? Ik wil patatje. Ik weet niet, ik heb het nog niet eens gezien. We hebben ook pannenkoekjes, hè, schat? Wat ga jij nemen? Ik wil pannenkoek. Ik wil pannenkoek. Ja, je mag pannenkoek. Ja? Mama, ook een boekje? Nee, dank je, lieverd. Ik heb al een boekje. Had je net slaapje gedaan in de auto, hè? Ja. Zo gewoon. En dan zo vast. Zo. Oh, hij fout hem weer. Ja, daarom. Dan luister dan. Ja, die ga ik ook. Wil je vast een hapje dan? Hé? Die ook zeggen? If you're going to doei. Wat lekker. Zo, ik zit echt propje vol, man, van net. Ik heb echt heel veel gegeten. Ik, hè? Check, check. Leuk, hè? Zo, ik ben weer thuis. Ik ben weer thuis. En dat vindt Zena altijd zo leuk als ik weer thuis ben. Nee, oh nee. Ja? Superbroertje. Wat is dat? Superbroertje. Superbroertje? Ja. Je hebt kakkie gedaan. Heb je poep gedaan? Nee. Alweer. Het is gewoon de vierde keer vandaag, hè, dat je gekakt. De vierde keer. Nu is het wel echt papa's tijd om te gaan verschonen. Nick, deze is voor jou hoor. Nu echt, nu moet het toch gaan geloven. Nee, ik wou weer. Ik wou net zeggen. Kom even hier liggen, schone luier. Ga naar papa. Ga even papa schone luier doen. Laat eens zien hoe lekker jij kan koken. Mag dat? Privé. Doe het lekker toch? Dit is wel gezellig zo, misschien moet ik dat ook maar vaker doen met de iPad koken. Pak ik die voor jou? Echt niet? Ja, doei. Ik heb een febo gehaald. Wat doe je? Wat doe je? Zo, dit was alweer het einde van mijn vlog. Het is een beetje een korte vlog geworden vandaag. Maar bedwijden mee. Want ik had deze week niet zo heel veel gefilmd. Niet zoveel als wat ik normaal film. Maar ik hoop alsnog dat je het een leuke video vond. Doe alvast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Doei doei!